Zandvoort voor de derde ronde van het Citroën AX Cup. 26 auto's, 26 Citroën AX'en aan de start. We praten met Chantal van der Sluis en Monique Rozier. Chantal, snelste dame naar de trainingen. Ja, dat deze keer wel, ja. Hoe lang op moeten wachten? Je wilt natuurlijk het liefst vanaf het begin inderdaad. Dus maar we zijn op zich niet ontevreden met deze tijd. Hoe bereid jij je voor op zo'n wedstrijd? Ben je al dagenlang in je slaap bezig om die wedstrijd te rijden? Nou, de nacht voor de wedstrijd heb ik hem ongeveer wel 20 keer gereden inderdaad. En alle fouten al gemaakt en dan hoop ik dat je die in de wedstrijd niet meer maakt. Waar ben je gefinished vannacht? Nou, ik ben altijd het meest met de start bezig. Daar ben ik meer mee bezig dan met de finish. Ik bedoel, als je vooraan finisht, dan kan het alleen maar tegenvallen. Dus dat zien we in de race wel. Je gaat aan de leiding van het damesklassement na een aantal wedstrijden. Had je dat verwacht toen je begon in deze klasse? Niet verwacht, wel gemeld. Ik zei dat ik wereldkampioen zou worden en iedereen zei dat ik gek was, dat het helemaal niet komt. Maar niet verwacht, nee. Is de competitie zwaarder? Of zeg je van nou, het is een kwestie van als je je kop erbij had en je rijdt hem uit, dan kom je er wel? Nou, de competitie is heel zwaar, want je rijdt op een heel veld met autootjes met dezelfde capaciteit. Dus het is heel zwaar. Het is één foutje en je ligt zo'n stuk naar achter. Twee foutjes, twee van die stukken. En een paar foutjes en je zit achteraan. Dus het is, ik vind de competitie wel zwaar. De wedstrijd van vandaag, tweede dame na de trainingen. Waar verwacht je te finishen? Ik vind dat zo'n onzinvraag. Waar verwacht je? Dat kan je helemaal niet zeggen. Het is, nee. Ja, wederom, ik wil wereldkampioen worden, maar dat is onzin. Nee, ik heb geen idee. Ik hoop, er is één ding wat ik wel heel belangrijk vind. Ik heb twee wedstrijden gereden. Ik ben er twee keer uitgetikt en twee keer pirouette mogen maken. En de derde keer wou ik dat misschien voorkomen, als het even kan. Wat niet altijd in je macht ligt natuurlijk, maar... 20 rondjes zijn er te rijden. Op de pole position John de Vos en dan Tommy Coronel. Op de zesde rij staat de gastauto van Citroën Nederland. Die auto is een klein beetje geschrokken in de training, denk ik. Want daar laten ze of journalisten of andere bekende Nederlanders in rijden. Deze keer wordt hij bereden door de man van Veronica, Olaf Mol. En die auto staat zowaar op de zesde rij, 12e tijd. En zo ver naar voren heeft die auto nog nooit gestaan. En dat betekent dat Olaf niet alleen aardig commentaar kan geven, maar ook nog aardig met de Citroën kan rijden. En hij is inmiddels al een aantal rijders voorbij. Hij rijdt met startnummer 40 in de auto van Citroën Nederland. Michael Siemerink, die meteen in de fout gaat. Maar hij kan rustig doorgaan. We gaan even naar de kop van het veld. Leon van der Slik aan de leiding. En Chantal van der Sluis is de snelste dame op het ogenblik. De coronelbroertjes die ongetwijfeld weer samen zullen rijden. En daar de cameraauto en de gastenauto Olaf Mol. En Olaf die daar weer wat mensen voorbij gaat en inmiddels op een... Of de plaats in de ronde rijdt. En als hij even doorrijdt, dan gaat hij nog een punt halen ook vandaag. En dat zou eigenlijk een absoluut goede prestatie zijn. Heel laat in de remmen ging Rob Karst, maar hij raakt Chantal van der Sluis. Frans Wagen Loogman kan er voorbij. En een aantal deelnemers kan een heel aantal plaatsen opschuiven. En dat is toch wel een foutje van Robbie Karst. Met z'n vieren naast elkaar daar richting de Gerlach. Dat zou niet goed kunnen gaan. Vandaar dat de heren en de dames ook maar even besluiten niet naast elkaar te gaan rijden. Maar hier gaat het weer fout met Victor van Nifterik. En dat ging maar net goed voor start nummer 20. René Oudshoren die daar net omheen kan. Victor van Nifterik dus weer de baan op. Maar we gaan even in de herhaling kijken wat er precies gebeurde. Eerst Rob Karst en Chantal van der Sluis. Dat was raak. Chantal van der Sluis in de ronde en Rob Karst nog een keer hard achterin die AX. Frans Wagen Loogman gaat daar buiten omheen en Olaf Mol gaat gezellig binnendoor. Dan de Gerlach in, Linda Molenaar gaat in de ronde. En dat gebeurt rondom de 15e plaats. Victor van Nifterik spint, verliest daar zijn achterbumper en dan is het... René Oudshoorn die er net langs kan. En ook Gwen Caffietti daar linksachter spint. En
met René Oudshoorn scheelt gewoon helemaal nul weinig. Het gevecht om de derde plaats. Leon van der Slik en John de Vos. Maar wat gebeurt er daarvoor? Dat zijn de broertjes Coronel. Goed samenwerkend. Redelijk weglopend van de rest van het veld. Monique Rozier is nu op het ogenblik de snelste dame in het veld. Met startnummer 17. Françoise Loogman daar niet ver achter. Dan Siemerink, Michel Siemerink. En vlak daarachter ook de auto van Citroën Nederland. De leiders dus goed samenwerkend. Samenwerking iets wat je absoluut moet doen in deze klasse. Daar zien we de broertjes, de leiding in handen van Tom Coronel. Een jippie die hem gewoon lekker vooruit duwt. Dat ze net wegblijven bij de mannen daarachter. Françoise Loogman gaat binnendoor bij Monique Rozier. En dat is het gevecht om de eerste plaats in de Ladies Cup. Françoise Loogman en Monique Rozier. De race is altijd competitief. De snelste ronde in de race wordt gereden door Tom Coronel. En daar twee dames die diep met elkaar heen zijn. Natasha Metz en Lilian Andela. Natasha Metz die het team wat werk bezorgde na de vrije training. Door er in de Tarzanbocht hard af te gaan. Omdat er een remschijf explodeerde. Ja, en dan remt een auto niet meer recht. En Natasha zette de auto hard in de bandenstapels. Maar ze is weer helemaal terug. De snelste ronde in de race is gereden door Tommy Coronel. Door John de Vos. 1.21.6. En de man op de tiende plaats rijdt dan 1.22.3. En daar zien we hem, Olaf Mol. Voorlopig op de tiende plaats. Olaf die vorig jaar overigens al opzien baarde door met de gastenauto van Renault Nederland. In de 5 GT Turbo ergens midden in dat veld rond te rijden. Iets wat toen ook niemand verwachtte. Moeten we wel zeggen dat hij geluk had vorig jaar. Omdat Pim Stoel, de man die voor de race met die Renault zou rijden. De race daarvoor met die Renault zou rijden. De auto op zijn dak legde. En Olaf een gloednieuwe Renault 5 kreeg aangeboden voor zijn race. En ook dit keer was het weer raak. De man die de race voor deze race met de auto met startnummer 40 zou rijden. Hing hem in de Grandorado bocht in de vangrail. En Olaf kreeg wederom een gloednieuw Citroën AX'je ter beschikking. En daar gaat het fout voor Tim Tom Coronel. Bijna gaat hij achterstevoren. Hij verliest een hoop tijd. En hij zegt tegen zijn broertje van kom nou duwen, we moeten weg. En daar Olaf op het ogenblik op een zevende plaats. Als hij even gas geeft, eindigt hij dadelijk nog op het podium. Ja, druk gebarend maken. Oh, en daar gaat het fout voor Frankie Kersenboom. Frank Kersenboom die opeens haaks links uit de flank ging. En dat is niet de bedoeling voor de Gerlachbocht. Françoise Loogman en de man met startnummer 22. Erik Pauw in de herhaling. Wat gebeurde er met Frankie Kersenboom? Olaf Mol die niet echt startnummer 22 ziet. 22 die duwt Olaf een klein beetje naar rechts. Zorgt ervoor dat Frank Kersenboom dus haaks links uit de flank gaat. Terug naar de leiders in de race. Coronel en Coronel. Jippie aan de leiding en dan is het Tommy. En Leon van der Slik die gewoon dat gat goed dichtgereden heeft en er nu dus bij zit. En dat komt eigenlijk allemaal door dat kleine foutje van Tom Coronel. Tommy die dus in de fout ging en daardoor kan de rest van het veld weer bijkomen. Het gevecht om de zevende plaats. Net zo mooi als het gevecht om de eerste plaats. De snelste dame op het ogenblik op de zevende plaats. Françoise Loogman. Ook erbij Michael Siemerink. En de al eerder genoemde Olaf Mol. We missen John de Vos op het ogenblik. En we hebben Tommy Coronel aan de leiding voor zijn broertje Jip. Maar een mooi gevecht. Snelste dame dus, Françoise Loogman. En zo gaan we rustig naar het einde van de race. John de Vos op de vijfde plaats, daarvoor Henk Colijn.
Daarvoor Leon van der Slik, Jip Coronel en Tommy Coronel. En achter John de Vos hebben we het groepje met Twan Oosterbos, Michael Siemerink, Frans Wazeloogman en Olaf Mol voorlopig op de 9e plaats. Olaf die daar rustig achter blijft rijden, want de rest kan de punten beter gebruiken. Hij rijdt eenmalig met deze auto. Gaat weer binnendoor bij Frans Wazeloogman, althans probeert binnendoor te gaan. Daar zien we Olaf een klein beetje. Nou, ga jij maar voor. Misschien wel onder het motto, dames gaan voor de heren. Tom Coronel wint dus voor Jip Coronel. Leon van der Slik op de 3e plaats. Henk Colijn op de 4e. John de Vos 5e. Twan Oosterbos 6e. Michael Siemerink 7e. Frans Wazeloogman, snelste dame, op de 8e plaats. Olly wordt 9e. Monique Rozier eindigt 10e. En dan hebben we meteen de eerste twee dames in de Ladies Cup. Frans Wazeloogman en Monique Rozier. Mark Koster wordt 11e. Michel Schaap 12e. En Linda Molenaar wordt 14e na haar spin. En 3e dame in de Ladies Cup. Daar nogmaals de uitslag in beeld. De top 5, de coronelbroertjes, dus wederom 1 en 2. We praten met de winnaar van de race, Tom Coronel, terwijl we kijken naar het resultaat van de Ladies Cup. Dit had ik nooit verwacht, zo close, omdat ik dacht, mijn broertje die pakt me wel. Maar ik verremde me in de Toyota-bocht en hij pakte me binnendoor. Maar gedurende de race wist ik dat hij in de Nissan ietsjes langzamer was. Dus ik dacht, ik pak hem daar. Ja, het ging gewoon perfect. Hij heeft het goed gedaan. We reden met z'n tweeën gewoon goed weg. Is de rivaliteit binnen de familie altijd zo groot? Nou, best wel. Volgende keer nog heftiger. Hoe kom je aan zo'n rood hoofd? Van het harde rijden, van de spanning, van alles. Ging het allemaal een beetje? Ja, het was een hele spannende race. Vooral omdat ze voor me in de rond gingen en ontwijken. En ja, het was echt te gek. Daar de 3 winnaars op het podium. En dit is de stand in het kampioenschap. De Coronelbroertjes met een grote voorsprong op Leon van der Slik, John de Vos en Henk.